welkom op deze ijskoude zaterdagochtend, 12 februari. We zijn vandaag in Port Zeelanden, aan zee. Ik zal eens even draaien. En ik ga jullie vertellen waarom we hier zijn. We hebben natuurlijk heel veel lol gehad met plan B en heel veel geleerd. Maar we kwamen toch een beetje tot de conclusie dat we een beetje te weinig ruimte hadden. Dus we hebben de winter gebruikt om te kijken voor een grote schip. Nou, die hebben we gevonden. Het is geworden een Bavaria 32 voet. En die ligt dus in Port Zeelanden hier achter me. We zijn de afgelopen maanden een paar keer heen en weer gereden. Toch wel een dikke 2 uur met koffie. Dus ja, dat is niet echt handig. Dus daarom hebben we besloten om dit weekend en aankomende week, ligt er een beetje aan hoe snel het gaat, over te gaan varen van Port Zeelanden naar Weesp. Maar ja, het is nu dus echt heel koud geweest vannacht. Dus we zijn nu even aan het opstarten. Kachel is lekker aan. Dus nu even eten en dan gaan we water tanken en dan op naar Bruinissen. Ik ga straks nog een walkthrough doen, zodat jullie de boot even kunnen zien. Maar we hebben hem vast ingeleid en het wordt een toffe week. Daar gaan we. Fred is er ook. Ja, ik ben er ook. Het is nog steeds ijskoud. Gelukkig schijnt de zon, dan is het nog een beetje lekker. Stel je voor dat je ook nog geen zon hebt, dan is het helemaal koud. Waar gaan we naartoe? Even Bruinissen in wandelen, kijken waar het is. Downtown Bruinissen. Even op zoek naar een Albert Heijn voor wat versnaperingen. Nou, ik ben benieuwd. Goedemorgen. Vanuit Anemos, want zo heet de nieuwe boot.
En nou, we zijn net wakker, dat is duidelijk. En we hebben net wat gegeten. Ja, het is broodjes weer uit de oven. Broodjes uit de oven. Kacheltje staat aan. Helemaal top. We liggen nog steeds in Bruinisse. En het plan is vandaag om naar Willemstad of aan de overkant van Willemstad. Maar ik weet niet meer hoe het daar heet. Maakt niet uit. Dus we gaan het beleven. Daar zitten twee sluizen in. En drie bruggen volgens mij. Dus nou, we gaan kijken hoe dat gaat. Bruinisse was wel leuk, toch? Ja, eigenlijk is het niet veel. Nee, daarom noemen ze het ook Bru. Dan ja. Dus zo weinig is het eigenlijk. Ze hebben iets met mosselen en nou ja, hun hele geschiedenis past op één A4'tje. Maar die zal ik nog wel eventjes tussenvoegen. Hebben we goed geslapen? Ja. Ja. Een beetje koud s'nachts, maar s'ochtends de kachel aan en dat is hartstikke lekker. Dus nou, ik ga jullie zo laten zien wat een prachtige zonsopkomst er buiten is. Maar we gaan eerst even opruimen. Dus tot straks. Tot zo. Zo, nou, we zijn aangekomen. Het is inmiddels volgens mij 3:30 en we zijn in Willemstad. We zouden daar 2 uur aankomen, maar toen waren de jachtsluizen ineens dicht, moest je via de werksluizen. En, nou ja, dat kostte nog allemaal wat omvaren, maar het ging verder hartstikke goed. Wel wat golven en best wel veel wind, toch? Ja, best wel veel wind. De hele weg, maar het ging goed. De boot doet het goed, de motor draait goed en het is eigenlijk wel prachtig om hier te varen. Hoor. Nou, we hebben onderweg nog eventjes een wedstrijdje giekoppen gedaan. We hebben niet eens een zeil op en toch lopen we continent tegen de giek aan. Dus die gaan we zo even anders ophangen. Ja. Want anders haal ik het niet tot Weesp. Dan lig ik met een hersenbeschadiging onderweg in het ziekenhuis. We gaan eens even kijken of misschien iets te eten is hier in Willemstad. Ziet er heel gezellig uit. Pizza. Dus, komt goed. We gaan hier lekker. Doei!